Angel's die. Angel. Here. We gaan eens kijken of ze dat hier hebben, hè. Angel in het kistje. Kijk. Ik ben in de industrie, moet eens kijken. Die gaat ons wel naar de foto. Je kunt ook altijd vragen als ze het hebben. Ja, dat is allemaal voor. Dit is de meisjeafdeling. Maar soms krijg ze KDK op de meisjeafdeling. Meestal dat zo. Ik ga dat toch eens vragen of ze hier hebben zo'n t-shirt van KDK. Dus wij zaten dat hier niet, dus we gaan eens kijken of we het hebben in het grote shopping. Daar hebben. Want we willen het morgen wel aandoen, dus in het slechtste geval moeten we naar een euroshop. Koop ik gewoon de andere dingen. Dus we gaan eens kijken of ze het daar hebben. We lopen hier nu in het Chassonstraat. Het is een beetje, het is wel wat druk om het te proberen. Het zou wel tof zijn moesten we het vinden voor hem, want ja, het zou wel tof zijn natuurlijk. Dus, als hij dat morgen gaat aandoen, hij gaat sowieso zijn trui weer aandoen en daar is het momenteel veel te warm voor naar mijn goesting. Dus daarom dat we nu aan het kijken zijn of hoor dat we kunnen kopen. Het was aan het shopping. Ja. Het is typische film zegt, moet hij hier binnen zijn. We zijn nu in die ABC. Hier is hij. En zo te zien hebben ze hier ook niet. Kijk, dat is wat ze hebben. Ze zien dat ook niet. Ja, ze zijn hier in verbouwing, dus ja, daar gaan ze ook niet veel bestellen. Hè. Dus ik denk niet dat ze het hier ook hebben te zien. Ons K3 model. Mooi, hè. Ik vond het wel leuk dat ik die kostuum gehad, dus we hebben dat gekocht. Dat gaat nu aandoen. Hè. Morgen. En morgen die kostuum, morgen gaan we naar K3. Normaal was vandaag, maar de week is al Peter of zo, we moesten wassen. En dat ging gewoon niet. Zo ben je gegaan zijn met de vlogcamera. Dus dat heb ik dan toch niet geregistreerd. Je moet soms ook naar je eigen lichaam luisteren en je lichaam zegt van nee, dat gaat niet, dan moet je dat niet doen. Je moet niet denken, oh ja, K3, ja, zal het wel overleven, moest het niet overleven, ja. Maar je moet altijd niet denken van oké, dit of dat. Nee. Ik hoop echt dat het maar gelukt voor op de foto te gaan. Lukt het niet, dan hebben we nog altijd november, het was in december, om een poging te wagen, maar je kunt natuurlijk niet blijven proberen dan. Dus zeggen, maar je bent op de foto geweest van het shopping. Ik zie jullie zo denken, ja dat klopt, maar die foto is niet zo 100%. Het is daarmee dat ik nu zeg van... daarmee dat we daar naartoe gaan eigenlijk. Ook een beetje om hem. Dus, en zo ga je slapen. Een portje bekijken, een beetje eten geven en slapen. Ja, ondertussen zijn we een paar uur verder. Hij is laten zien. Dus dit is wat ik hem gegeven heb. Een K3 t-shirt. En een K3 broek. Dus ik vind het wel mooi. Echt ook met dingen zo allemaal mooi afgewerkt. Het is echt heel mooi. Dus en dit zou ik ook gaan doen. Samson en Marie. Het was zelf niet duur deze, dat was kan gratis, ook al mooi. Dus die gesmeten is bekend als een kop. Dat is echt heel mooi. Meestal hebben ze dat niet voor jongens, meestal doen ze dat voor de meisjes. En ik weet dat daar ook van houdt en we gaan er ook heel vaak naartoe. Dus dacht ik dat is ook al mooi meegenomen. Dus vond je het een leuke video, zeg het dan omhoog, vergeet niet te abonneren, wacht, voor we dat vergeten zeggen. Dus alle kampbeelden staan online. We hebben even het beste gedaan om te filmen. Moest het zijn dat je denkt van er zijn mensen niet in beeld geweest die normaal gezien mee geweest zijn? Ja, dat klopt. Ik heb iedereen de vrije dingen laten doen. Iedereen op kamp heeft zijn eigen ding gedaan.
Dat wil dus zeggen dat er sommige mensen niet mee gaan zwemmen zijn. En ja, ik heb gewoon gekeken wat mensen die in de vlog willen komen, komen in de vlog. En mensen die in de vlog willen komen, die komen er niet in. Maar de camp was super leuk eigenlijk, was heel leuk en was ja, vooral voor een half van paar. De groep was echt super leuk. Ik heb ook gezien in de beelden die we hebben gemaakt. Dus ik hoop dat jullie genieten van de vlogs van het kamp. Die heb je ze nog niet gezien. Ik heb er ook een playlist van gemaakt, zodat je het kunt terugvinden. Kamp Familie. En daar kan je alles terugvinden. Dus en nu, tot ziens.